Ja, dit is het. Dit is het presidentieel paleis van de prins van Zandhazendurp. En hij is zichzelf al aan het voorbereiden, want zometeen komt hij voor het eerst sinds lange tijd weer aan met de trein op het station van Rosmalen, Zandhazendurp dus. En dat is nogal spannend, want dat is al jarenlang niet gebeurd. Dus ik ga eventjes kijken hoe het staat met de voorbereidingen. Waarom met de trein? Met de trein, omdat het, ik vond dat mijn oude traditie weer op moest gaan pakken. In 1989 hebben ze voor het eerst met een helikopter zijn ze geland. Want toen wouden ze vernieuwing aanbrengen. Toen hadden we ook een jonge prins. Heeft u hoogtevrees? Ik heb zelf geen hoogtevrees, nee, maar ik had geen helikopter ter beschikking. Gaat daar wel zo meteen met die veer de trein in? Nou, dat zal... moeten opletten dat we iedere keer moeten bukken en dergelijke. Niet dat hij tussen de deur zit? Ja, daar zit er ook wel in. Ja, dat is al regelmatig gebeurd. Tussen de autodeuren en overal zit hij dus. Eén ding moeten we natuurlijk nog even doen en dat is eventjes inchecken. We zitten op chic. Ja, we zitten echt op chic. Ja, eerste klas van het spoorwegen. En dat is gratis nog. Hè. Daar hebben ze helemaal aan meegewerkt. We hebben zelfs speldjes gekregen. Om aan te tonen dat we gratis mee mogen rijden zonder kaartjes. Ik vind u niet echt heel erg verkleed, ja, als conducteur. Maar... Ja, dat ben ik zeker, want ik zie er normaal heel anders uit. Dus ja, ik doe mijn uiterste best om op een conducteur te lijken. Wil je nog even op audiëntie bij de prins? Nou, gezellig. Ja. Kom even mee, kom. Gaan we even een handje geven. Het is toch een echte carnavalsprins, ja. Wat een eer om te ontmoeten. Dat vind ik heel leuk. Dank je wel. Ik zie dat jij de Oeteldonk gaat. Ja, klopt. Dat is de verkeerde das aan van ons. Je zit helemaal verkeerd. Ga maar gauw terug. Ja, dat zal ik doen. Doei.